Luc. Ja. Ik weet niet wat jij gisteravond hebt gedaan, maar ik heb nog even wezen reven op het Amsterdam Dance Event. Een paar goede nieuwe vrienden ontmoet. Ruud en Wilma zijn net leuke mensen, zijn dat. De DJ's die deden ondertussen wat anders 's avonds. Martin Garrix bijvoorbeeld, die krijgt hier rijles van Afrojack. Ja. In de auto van Afrojack heeft hij op zijn Instagram gezet. Kijk, daar gaat hij. Hoppatee. Vette bak, hè? Ja. Ja, die is nu kapot. Ja. Dit is in Amsterdam vanmiddag. De Ferrari van Afrojack heeft een aantal deukjes opgelopen, want hij had een klein ongelukje. En het is niet de eerste keer dat dat gebeurde, want een jaar geleden was dit de Ferrari van Afrojack. En ook die heeft hij toen in de brak gereden. Dat was een rode. En ook kapot nu. Dat is een beetje zonde. Goed, gaan we naar het nieuws van vandaag. Stond vandaag volledig in het teken, of in ieder geval grotendeels, van het complete falen van de overheid wat betreft ICT. Of zoals Anoushka van Miltenburg het zou zeggen, what the fuck is eigenlijk ICT? Zij ontving namelijk vandaag een rapport met daarin aanbevelingen van een commissie, parlementaire commissie, over hoe de overheid moet omgaan met ICT. En van Miltenburg zei daarbij, ik moest even googlen wat ICT eigenlijk ook alweer betekent. Het was niet echt een heel goed begin van de dag. En het is eigenlijk zei ze dat echt? Ja, dit zei ze echt. Ja, het zijn helaas geen beelden van, maar dit is een beetje pijnlijk was het. Het is wel heel erg tekenend over de verhouding tussen ICT en de overheid. Zo wordt er gezegd dat er perverse prikkels bestaan bij het aanbesteden van ICT-projecten. Ook is er geen overkoepelend financieel overzicht, waardoor er geen inzicht is in de kosten die worden gemaakt bij ICT-projecten. En controle is er ook al niet, want, zo zegt de commissie letterlijk, binnen de Tweede Kamer bestaat desinteresse voor het onderwerp. Ja, en dus moet er nu wat gaan gebeuren, want voorzitters en Kamerleden die het woord ICT moeten googlen, dat kan natuurlijk niet. Zeker, de commissie komt met een aantal aanbevelingen. En de belangrijkste daarvan is dat er een nieuwe ICT-autoriteit wordt opgericht. Het bureau ICT. Ben ik even kwijt waar de T voor staat. Maakt niet uit, dat kan je dus googlen. Ondertussen had hoofdonderzoeker Ton Elias. Die legde uit wat er nou precies mis is tussen de overheid en ICT. Ja, soms gebeurt het zo. Dan vraagt de overheid, dan vraagt een ministerie, lever mij een auto zonder stuur. En dan zegt de leverancier, die zegt, ja hoor, dat is goed. Wetend dat er later alsnog een stuur in die auto moet worden gebouwd. En dat daar een aparte factuur voor kan worden verstuurd. Ja, en ik zag dit fragment en toen dacht ik, ja, dit is nou eigenlijk precies het voorbeeld wat je niet moet geven. Want als er nou iets is wat een ICT-bedrijf wel kan leveren, dan is het een auto zonder stuur. Dit is namelijk de Google Car, een auto zonder stuur. There's no steering wheel in the way. Precies, de Google Car, sinds vorig jaar op de markt. Had Tom best wel even kunnen googlen, denk ik dan. Hoe dan ook, de Kamer is geschrokken van de aanbevelingen, willen die ook gaan overnemen. En daar gaan ze dus nu mee aan de slag. Dus even kijken of Eelco al klaar is met googlen. Horen we dan later wel van Eelco. Gaan we naar Hollands Kroon, daar is een burgemeester en die heeft besloten om 80% van alle regels die er zijn in zijn gemeente af te schaffen. Je spreekt elkaar aan, verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf. En daar kun je allerlei regeltjes op verzinnen en allerlei regeltjes voor opstellen. Maar wij denken niet dat dat het middel is om de samenleving te veranderen. Neem nou bijvoorbeeld de hondenpoep. Ik vind het heel gewoon als je hond zijn behoefte doet, dat je dan de hondenpoep opruimt. Precies, wild poepen en bedelen, wild plassen, posters plakken. Het mag straks allemaal in Hollands Kroon. En de burgemeester denkt dan van, nou, de burgers onderling zullen elkaar daar dan wel weer op aan gaan spreken. En dan komt het eigenlijk allemaal wel goed. En wat wel geinig is, daar denken de burgers zelf heel anders over. Jammer dat hij dus denkt dat het hier niet nodig is. Want dan heb je niet goed in de dorpen gekeken. Wordt het nog een grotere bende. Ja, weet je, niet iedereen is gewoon even netjes. Als mensen geen regels en wetten meer hebben, dan denk ik dat ze alles gaan doen wat misschien wel of niet mag. Totale anarchie. Nou ja, het zou zomaar kunnen, dus dat hoop ik absoluut niet. Ja, het is nog niet zeker of het voorstel ook echt doorgaat. Het plannetje komt van de burgemeester. Moet nog door de raad heen. De burgemeester zelf heeft al wel een klein voorschotje genomen daarop. Ach. Living the dream, sorry. Nu we toch in het platte gedeelte zitten. Ricky Gervais heeft vandaag een tweetje eruit gedaan. Dit is die tweet. Hij roept op van, jongens, gaan we eens even lekker photoshoppen. Hij heeft daarbij twee foto's geplaatst. Eén foto is deze, Ricky Gervais in bad. Hij maakt heel veel van dit soort foto's. Hè. Als je hem volgt op Twitter zie je heel veel van dit soort geinige foto's. Het is een beetje zijn handelsmerk geworden. Eén ander fotootje heeft hij er ook bij gedaan. En dat is deze aardappel. En hij noemt dit zelf de penis aardappel. Nou, dan kun je bijna wel raden wat daar uitgekomen. Tada! De Photoshop van de internetters. Dit gaat daar rond op internet. Heerlijk. Goed, dan de virals van vandaag. Ik kom lekker weer aan. En dat betekent dat je in het weekend bijvoorbeeld wel voor de laatste keer misschien met je bootje kan varen. Ik vind het zelf heel erg leuk. Gewoon vrienden, bootje en dan een biertje erbij. Heerlijk. Yeah, I'm still a dude. Which one? He needs a beer. Throw him a beer. Oh! Oh. 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 Holy fuck. Pijnlijk.
flauw vallen. Kan op alle leeftijden gebeuren. Dit jongetje bijvoorbeeld viel ook flauw. Hij mocht op het podium bij zijn grootste idool. En ja, trok dat niet helemaal. Hij viel voorover. Ja, sneu, hè? Ja, het is heel erg sneu. Maar gelukkig ben je dan op het podium bij je grote idool. En die idool denkt, ja, weet je wat, ik ga jou gewoon helpen. Het moet allemaal niet heel erg lang duren. Want hij heeft natuurlijk een act die moet uitoefenen. Ja, natuurlijk, gewoon lekker. Waarom ook niet? Goed, dan een kleine waarschuwing voor als je binnenkort bij de McDrive bent. Er zijn kabouters die je hamburger willen stelen. Wat was dat? Ging te snel? Nog één keer? Wat was dat? Ja, nog één keer. Grappig, hè? Het is een Vine'tje. Een Vine, dat zijn allemaal van die korte filmpjes van 15 seconden. Moet ik het ook even hebben over Brandon Bowen. Ik ben fan van een jongen, dit is hem. Hij is 16 jaar, hij is wat aan de dikke kant zoals je ziet. En daar werd hij vroeger ook wel eens mee gepest. Maar daar heeft hij wat op gevonden. Hij maakt namelijk filmpjes op Vine, 15 seconden ongeveer. En in die filmpjes speelt hij zelf vaak de hoofdrol. Meerdere hoofdrollen, hij neemt zichzelf ook op de hak. En nou, een klein voorbeeldje. Hey girl, you should go out with me. I only date hot guys. Ja. Nou, dit soort filmpjes geplaatst Brandon dan op zijn Vine-kanaal. Nu denk je, oké, dikke prima, maar het maakt het uit. Nou, Brandon is een enorme cultheld op internet aan het worden. 500.000 mensen volgen hem inmiddels op Vine. Die kijken elke dag weer, dus er zijn nieuwe filmpjes. En natuurlijk, het is een beetje een rare jongen, maar zijn filmpjes zijn echt hilarisch. Where are you taking me? To get a pumpkin spice latte. Okay. Wee! What's up? It's just a high five. You can do this. Don't do anything weird. Hey, I know I shouldn't be asking this right now, but do you know the Wi-Fi password? Come on, you want to take this outside? Yeah! It's hot out here! Yeah! You want to take it back inside? Yeah, I do! Hey, I'm sorry, I didn't see you there. I was too busy blocking out the haters. How do I get that girl? Just tell her about yourself. Hey, I'm socially awkward and I can eat a cheeseburger in 2 bites. 500.000 followers voor deze jongen. Het is echt een ster op het internet. En tot slot, dit is leuk. Gewoon even puur Amerikaans vermaak. In 10... 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schitterend, hè? Weet je wat het was? Nee. Nee, even terugspoelen, even terugspoelen. Kijk, daar is hij. En even langzaam laten vallen. Dit is een pompoen van 600 kilogram die ze op een busje laten vallen. Nou, vinden ze leuk? Ja. Luc Ikink.